Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? In mijn laatste video had ik het over een nieuwe Sceptre drakenei die ik zou bestellen als mijn geld op de rekening staat. Wel, die heb ik ondertussen besteld, maar ik heb ook wel een bericht gekregen dat ik er nog even op moet wachten. Dus het gaat toch niet voor deze week zijn, als ik geluk heb volgende week. Maar dat is nog niet zeker. Maar ja, ik heb wel geduld en kijk er ook natuurlijk wel heel hard naar uit om mijn nieuwe Sceptre drakenei te ontvangen. Dan heb ik er 2 in huis. Dan ga ik er natuurlijk wel stoppen, denk ik. Als ik er 2 heb, dat gaat wel genoeg zijn. Ik heb hier zoveel kristallen en zo liggen. Dus ik moet ook wel zien dat er natuurlijk genoeg plaats is voor alles. Ik wou het vandaag ook nog even hebben over een van mijn favoriete planten. Ik zie al mijn planten heel graag en elke plant of elke bloem is er natuurlijk wel veel schoonheid te zien. Maar deze vond ik toch wel een heel erg bijzondere. En dat is deze. Dat is echt zo'n een klein stalletje. Ik heb er ook wel wat kristallen in de aarde liggen. En dan die bladeren die zo heel speciaal zijn. Het lijkt een beetje op een palmboom. En ja, ik vond toch wel dat het echt iets heel speciaals heeft. En ik ben natuurlijk ook heel erg blij mee dat ik dit plantje in huis heb. Of dit kleine boompje, of hoe dat je het ook kunt noemen. Dus ja, dit boompje noemt toevallig ook drakenbloedboom. Dat is de naam van dit soort plant. Zoals dat jullie op mijn YouTube-kanaal wel zien, ben ik iemand die heel erg graag met de drakenenergie samenwerkt. Dat is ook een reden waarom ik dan dat tweede Sceptre drakenei heb besteld. En dan toevallig, ik wist het, toen ik het plantje kocht, wist ik nog niet dat deze plant de drakenbloedboom noemde. Dat zag ik achteraf toen ik het op het internet opzocht. Dus dat komt ook heel erg goed uit, omdat ik zo hard met de drakenenergie bezig ben. Vond ik dit toch wel leuk dat dit allemaal zo samenkomt, echt samenpast met elkaar. Ja, het is heel erg warm. We gaan allemaal door hier in België en door veel andere landen in de buurt gaan we door een hittegolf heen. We hebben nu onlangs ook nog een klein waterbadje gekocht. Dus dat staat dan hier in de tuin. En daar ben ik ook een paar keer mee gaan verfrissen, want dat is wel nodig met zo'n warm weer, dat je kunt verfrissen natuurlijk. En ja, daar heb ik me al een paar keer in gelegen. Ik ben ook al een paar keer in de zon gaan zitten. Maar als het heel warm is, dan kan je daar niet te lang in blijven. Zeker als je zoals mij een bleke huid hebt, dan verbrand je snel. Dus ik zit er dan wel eventjes, maar ik kan daar niet uren of zo aan een stuk blijven zitten. Hier binnen proberen we het zoveel mogelijk te verfrissen. We hebben ventilators en zo opstaan. En we houden de rolluiken soms ook wel dicht. En 's avonds, als het dan nacht is, zetten we de ramen open. Zodat er frisse lucht binnenkomt en zodat we toch het huis kunnen verfrissen van binnen. Ja, dat was eigenlijk weer een soort update naar jullie toe. Omdat ik al een aantal dagen weer geen nieuwe video heb gepost. Ik heb ook weer een video gemaakt van de reading. Van een reading voor de maand juli. Volgende maand. Deze keer ben ik er nog eens op tijd bij. Deze maand in juli was ik er wel later bij. Maar nu ben ik dus weer op tijd voor de maand juli. En ja, jullie zullen wel zien dat jullie deze video bekijken. Het wordt weer echt het wordt een prachtige energie. In de maand juli. Dat heel erg met vrolijkheid heeft te maken. En met enthousiasme. Een nieuwe start maken. Je dromen achterna gaan. Dat soort thema's zou de komende maand dus heel erg een grote rol gaan spelen. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En ja, dat wil ik vandaag nog even meedelen aan jullie. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En zo gauw mijn Sceptre drakenei aangekomen is, zal ik er natuurlijk ook nog een video van maken. Ik weet niet wanneer dat precies gaat zijn. Ik hoop ergens volgende week, maar als het later is, dan, ja, dan is het ook gewoon weer later. Dus
Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefs van mij.